begint het elektrisch lassen. De lasstaven die u hier ziet gebruiken komen ook uit Nijmegen, namelijk uit Willem Smit & Co's transformatorenfabriek. De zogenaamde kerndraad, die in rollen van de staalfabriek is gekomen, wordt in de knipperij machinaal gericht en op de juiste lengte geknipt. En hier worden de grondstoffen gemengd die de bekleding van de kerndraad zullen vormen. Al naar de samenstelling van deze stoffen ontstaan laselektroden van een bepaald type. In de perserij heeft dan de eigenlijke vervaardiging van de beklede laselektroden plaats, doordat de bekleding om de kerndraad wordt geperst. Dit gebeurt met een grote snelheid, enkele honderden stuks per minuut. Tongeinden en contactpunten worden direct na het persen geborsteld. Controleerd op uiterlijke gebreken. De voornaamste controle heeft plaats in het laboratorium, waar niet alleen het eindproduct, maar ook de grondstoffen, chemisch en mechanisch, worden onderzocht. Een belangrijke rol bij het onderzoek speelt de spectrograaf, die de chemische samenstelling aantoont van de binnengekomen grondstoffen. Films die zijn opgenomen met dit apparaat.